maar achter zijn rotsige stand uit Zuid-Afrika onbekend en onverstuurd voortgeslaan. Zodat daar op een goede morgen drie schepen van die Hollands-Oost-Indische Compagnie die tafelbaai binnengezeilerd, met een man aan boord wat bestemd was om die grondsteen van die Zuid-Afrikaanse natie te leggen. Jan van der Riebeek. Die saluut uit die kanonnen was die wegroep en die uitdaging van die beschaving aan hier die wilde land. Die Hottentot heeft vol nieuwsgierigheid naar die strand gekomen om die nieuwelingen te begroeten, want blijkbaar had hier die landing iets anders te beduiden gehad als het gewone bezoek van matrozen. Van vrede wordt geschenken gegeven. En hier die kennismaking met een nieuwe wereld heeft vooral op die vrouwen van die gezelschap een onuitwisbare indruk gemaakt. Van Riebeek is geweest dat harde en gevaarlijke werk voorlijkt, maar de idealen en geestdruk het om het moed voor die toekomst bezielt. Hier die achterlijke natuur schept ons door zijn kinders wat. Onder verstandige leiding zou hulle kan ontwikkelen tot nuttige leden van die nieuwe nederzetting. En die vlag van zijn geliefde Nederland zou ook voor hulle zijn bescherming uitspreken. Dit was vanzelfsprekend dat die eerste gebouw wat in hier die wilde door barbaren bevolkte werelddeel opgericht zou worden, een vesting moest zijn. Want dit was nog niet zo lang geleden niet dat die Portugese gouverneur Francisco de Almeida op zijn terugkeer uit die oosten met meer dan 60 van zijn manschappen in tafelbaai door die Hottentotten vermoorden. Van Riebeekse fort had die middelpunt van die Kaapse nederzetting geworden. En zijn helpers zijn dadelijk begin om de ruilhandel vee in te samelen van die Hottentotten. Hun aardige manieren en voedselgezondheid was op jullie tijdstip voor die nieuwe kolonisten een bron van plezier. Daar het een dag gekomen toen die schapen wat van die Hottentotten gekoopt is, die oorzaak van die eerste treurspel in die nederzetting zou worden. Riebeek heeft met onvermoeide ijver gewerkt om aan Zuid-Afrika een nalatenschap te geven, veel groter als die fort wat hij gebouwd heeft. Hij heeft de eerste plaatsen aangeleid en de eerste vruchtenbomen en wingerden geplant, zodat die schepen op weg naar Indië en tafelbaai van vast vruchten en groenten voorzien kon worden. Hij was die stichter van die burgerlijke familieleven aan die kaap, want op zijn aandringen heeft de Hollands-Oost-Indische Compagnie vrije brieven aan aftredende soldaten en ambtenaren uitgereikt, om hulle aan te moedigen om hulle vergoed in die kaap neer te laten en die vruchtbare grond te bewerken. Oorspronkelijk uitgestuurd om een verversingsstaatje aan die kaap te stichten, heeft Van Riebeek in werkelijkheid die grondslag van een nieuwe natie gelegd.
Met geduld en goede behandeling had hij die vertrouwen van die Hottentotten gewend. Waar je van wie nou het knecht op die plaatsen van die nieuwe kolonisten in dienst was. Burgers het hard gewerkt en spoedig was op tafels met vruchten en groenten van alle soorten belaagd. En trots op hierdie vooruitgang kon die geestdriftige gouverneur in zijn dagboek schrijven. Alles op tafel is in die kaas gekweekt en die radijsjes groeien mooi. Dankzij die Heer. Heer van Riebeek was het een gelukkige dag. Toen hij uit zijn tuin die eerste Hollandse roos van die kaap aan zijn vrouw kon brengen, als een belofte en symbool van die vrucht, wat die wilde land op hun arbeid nog zou geven.